trainer Ronald Koeman, hoe beoordeelt u het spel van uw ploeg vandaag? Nou, als niet goed. Want ik vind de score nooit het allerbelangrijkste, maar met dit verschil in niveau moet je dubbele cijfers halen. Nou, en als je dan maar 5 goals maakt en ik geloof ook niet eens dat we zoveel kansen gemist hebben, dan hebben we gewoon veel te weinig gecreëerd. En dat ligt aan dat spelers in dit soort momenten vaak niet simpel kunnen spelen. Ja, dan moet je wel hebben met de snelheid die er is op de vleugels. Dan moet je dat veel meer zoeken en dan hebben spelers meer tijd nodig en komen ze in duels. Ja, dan zie je dat ze daar nog niet goed mee omgaan. Een voorbeeld daarvan was volgens mij na een minuut of 10 dat u heel erg boos opsprong toen Atjebar een bal kwijtraakte. Oké. Dat is logisch, want hij moet stappen maken. En dat heeft hij in ieder geval vanavond niet gedaan. Oké, dat is een harde les voor hem. En we hebben hem ook en we wilden iedereen zoveel mogelijk 90 minuten laten spelen. Dat wilden we met iedereen doen, tot en met de wedstrijd van Mallorca. We hebben hem op 10 laten spelen, dat hij in ieder geval arbeid verricht. Maar de uitvoering in zijn momenten aan de bal waren niet goed. Je zegt dat je wilde iedereen 90 minuten laten spelen, dat lukte niet bij Kai Ramstam. Waarom ging hij al na 20 minuten eruit? Nou, dat was de afspraak. Kai is natuurlijk heel lang weg geweest en daarin maken we stappen. En er was bewust voor gekozen hem 20 minuten te laten spelen. Tevreden 35 minuten en Gozens 35 minuten. Dat is met 3 spelers 90 minuten, alleen Tevreden voelde zich goed. Dus die konden we laten staan. Manu ging er ook 10 minuten voor tijd uit. Wat heeft hij? Dat was erger volgens mij. Hè? Volgens mij had hij kramp. Okay. Dus dat zal wel meevallen dan. Nog even doortrainen dus? Nou ja, we zitten in de voorbereiding dus. Het is alleen een goede les voor dat soort jongens. Ja, het is aanpoten op dit niveau. En ook fysiek en ook in hun ontwikkeling. Dan is het misschien wel eens een keer goed dat ze kramp krijgen.